ice. Fuck the jerk jerk. Yo, leuk kijk deze nieuwe video. Mijn naam is Max en vandaag gaan we weer Fortnite spelen. En ik ben met de enige echte Knido-knuipers. En Ido, waar zijn we? Wij zijn bij grootmoeders huis, toch? We zijn bij Grandmum's house in Necri Ekris. En we gaan bettelen voor deze kist met deze guy. Nou, hey. Hij heeft de scar, Een shotgun. Pak hem, smack hem. Pak hem, Ido! Yes! No! No, his teammate! No! Ik heb hem! Oh, no! Kom op, Max! Oh! Yeah. Oh! Bowen! Hij werd gesniped, Ik heb lag! Ja, op 240 graden. No! No! Kom on! Yes! Oké, en er zit er nog eentje bij de hooi schuur. Volgens mij wel revive. Komt eraan? Ja, ik heb geen... Ja! Oh. Oké, omdat het eerste potje zo goed ging, gaan wij toch maar even, weet je? Wij dachten van, hey, oké. Weet je? Dat dachten wij, precies dat. En toen gingen wij nog een potje spelen. En we zijn nu in Rito Row, daar kom ik niet zo heel vaak. Maar ik heb gehoord van mijn medestudenten en mijn mede... Hallo. Nee. Bim! Nou, ik heb een wapen, ik ga hier weg, want het is me hier veel te druk. Ik heb een kill. Ik was eerder. Ik kom naar jou toe, hoor. Is fijn. Ja, we waren letterlijk aan het... Ik was met deze guy aan het discussiëren over wie het wapen kreeg en mijn argumenten waren beter. Oké. Ik kreeg de kist. Nice. Of dat de kist bedoel, ik kreeg het wapen. Yes. Ik hoorde vending, trouwens, ik zag hem ook letterlijk net. Er is hier een vending machine, wauw. Is hij blauw? Wow. Of is hij blauw. Yes. Oh, dat is wel echt boom, heel nice. Boom. Je krijgt alleen maar poep uit. Wat zijn het van items? Poep items. Oh, impuls, die wil ik. Ik ga steen hakken. Hé, hey, launchpad. Hier zit altijd wel een kist in. Standaard. Standaard zit hier de kist in. Hallo, ik heb een slurpie, wurmpie. Kom, follow me, my friend. Oh man. Ja, ik kan hier nooit genoeg resources krijgen om dat ding te hakken. Yes. Of om impuls te halen. Ik kan het zeggen, misschien klopt niet helemaal. Oh, groene, blauwe punten liggen. Ligt nu een groene. Oh, heb je dan een groene? Hey, treasure map. Wat? Een treasure map in het Doolhof bij Wailing Woods, ja? Oh, nice. Gaat de cirkel erheen? Oh, we gaan erheen. Hell yeah. Deze treasure map gaan we oplossen. Oké, we gaan er gelijk heen. Fuck yeah. Let's go. Ik heb geen eens fucking resources, maar we gaan erheen. We gaan hem maakt oplossen. Niet uit. Heb jij hem nog een beetje in je hoofd? Nodig. Ik weet precies waar hij zit. Als okay. Het... Als de map zeg maar niet een kwartslag gedraaid nee, dat is niet. Zeg maar staat zoals ik denk dat die staat. Ja, maar we gaan het oplossen. Zo blij dat de cirkel een beetje mee zit. Yes. Private property. Nou, Hippity hoppity private property. Oh ja, let's go. Maar we moeten hurryen voordat de cirkel verandert, denk je. Yes. Hurry up, let's go. Yes. Yes, dus trouwens, er was sowieso waren er nogal teams daar, maar ik wil echt die tussen met. Maakt niet uit. Die teams maakt niet uit. We gaan gewoon lekker die tussen met vinden en we gaan gewoon lekker 10 tier points getten. Hell yeah! That's just a free tier for us. Deze is nieuw, die treasure map, neem ik aan, toch? Of zijn ze, yeah, worden ze altijd sneaky erin geüpdatet zonder dat mensen het doorhebben? Of? Nee, het zijn altijd challenges. Die komen altijd nieuw, die staan er altijd random gewoon. Ja, iedere week heb je nieuwe challenges. Krijg je zeg maar Battle Pass challenges. En daarin heb je ook altijd iets om de tier points te vinden. En dan komt er ergens in een map verstopt, komt er een ding. Zo'n treasure map. Ja, of een andere manier. In ieder geval een tip, zeg maar, waaraan je het aan kan vinden.
Het Dolph en Wailing Woods. Bijvoorbeeld ook altijd. Nou, je hebt volgens mij nog die openstaan, denk ik, van Find 7 Chests of Search 7 Chests in Wailing Woods. Mm-hmm. Die is al van een tijdje geleden, maar ja, dat soort dingen. Dat, ja. Alright, we zijn er en ik hoop bij far dat hier geen mensen zijn, want ik wil gewoon rustig even die challenge doen. Yes. Even mijn meukie krijgen. Nou, maar er zijn wel mensen geweest, at least. Kijk, dit is de ingang en dan zit het ergens een beetje links, als het goed is, right? We gaan niet overheen bouwen, we gaan er echt door, we gaan lopen. Oké. Okay. We gaan hem op een legitieme manier halen. Er zitten mensen binnen. Helemaal niet. Jawel, ik zag mensen. No way. I'm sure. Loot hij, volgens mij lopen we daar echt nu recht heen. Oh, ik heb hem gevonden! Oh, collect. Hey! Hey! Jongens, we hebben hem gehad. We hebben de Battle Pass, we hebben de treasure. GG. Er zijn geen mensen hier dan. Ik dacht echt dat ik iemand zag. Ja, dacht je niet dat je fucking die poppen zag? Nee, want ik zag iets bewegen. Wauw, we hebben gewoon door de treasure map hebben we hem gewoon gehaald. Ik ben trots op mezelf. Dat is echt best wel heel erg dope trouwens. De eerste keer dat ik hem zeg maar echt zo legit haal. Mm-hmm. Gewoon in hetzelfde potje dat je hem vindt, zeg maar. Ja. Mooi prikkeldraad nou, trouwens. Mm-hmm. Eén keer eerder gehad dit. Dat was met, ik weet niet met wie dat was, maar toen had je zeg maar search between a pool. Nou, weet ik veel, nog twee dingen. Nou, en ik ging dus vanaf de motel, zeg maar, richting Anarchy. En we kwamen hem gewoon tegen. Wat wel. Wij dat ook met die lama, je bent maar bij die steen. Even oh, ik bouw, wat wel. You remember? I don't know anymore. Ja, in de stream, letterlijk. Hadden we, moesten we de lama bij Junk Junction? En toen stond hij bij de steen. Ja. I know what you mean. Dat we zeg maar naar een steen toe moesten. Ja, dat we gaan, ja Max, nee, deze steen, dat is hem. En nou, was we gingen hem. Naar die steen en dat was en hem. En het was hem ook gewoon. Dat was echt heel dood. Ja, dat was inderdaad wel echt heel dood. James, een kist hier al. Wow. Hey, impuls. Voor mij. Fuck you, man. Fuck you. We zijn ook echt op een plek waar het uitgestorven is, maar... Ze hebben puur ingedacht vanwege die dingen, vanwege die tier. We zijn nu tier omhoog, toch? Ja, één tier. Hey. Kikson, ik zie daar iets blauws liggen bovenop. Dat is een handgun. Een handgun. Ik zie hier ook een wat wel, daar waren twee kisten daar, oh damn. That's pretty good. We zijn bij Tomatentown. Tomatenstad. Tomatenstad, daar zijn we nu. Yes, yes. I'm coming home. Oh, in NW, je bent het ding. In die kelder is hij gelopen. Can you see? Je hebt granaten. Yeah. Yes, I do. Oké, gooi ze in die kelder, zo snel mogelijk. Ja, ik weet niet of ik zo vanaf hier. Go, hurry up. Goed zo. Bijna perfect. Bijna is helaas niet helemaal. Ik ga wel eerst, Max. Er zitten er meerdere. Ook in het huis, denk ik. Yes. Een trap. Niet erin. Ga weg. Kelder, niemand. Hij zit daar. Pas op. Hmm. What about? Waar is hij? Ja, hier binnen nog steeds. Pas op voor de traps, hè. Mijn broeder. Dus ik zie die andere kant naar buiten gaan. Hij is weg, de trap. Hij is niet. Oh, de trap. Hij is naar beneden. Hij is beneden. Hè? Huh? Hij is in de kelder of zo. Waar is hij? I think he ran. Wat? No way. Oké, of misschien toch niet. In de kelder. Oh my gosh, pak hem. Weg hier. Loot hem. Loot hem. I loot him. Oh my days. Ik pak hier mijn shield. Ik heb een big shield. Heb je het trap? Ja. Oh, dat doe ik. Ja, nee, dit ga ik niet nemen. Je hebt trap. Dit was nee. Laat die trap daar bij die ingang. Heb ik een trap? Nee, ik heb geen trap. Ik heb alleen een launchpad.
Oh, maar ja, ik ook. Wat de hel. Waarom duurde het zo lang voordat we hem killden? Zo, echt hè? Het duurde by far way too long. Oh, maar deze. Zo, hé. Dat, Hij had aan mij ook een... Waarom hadden we ons nog beide bijna gekillt? We waren echt shitty, shitty spaghetti hier al. Holy shit. Hey, kijk. De cirkel gaat letterlijk naar Wailing Woods. Oh. Dat is echt wel toeval. Wat, dat is zeker waar. Gewoon, we vinden de treasure map en Fortnite gunt het ons gewoon. Ja, inderdaad. Kijk eens aan. First time in my life. For the first time. Ik ga wel even hier nog dit ding pakken, want hier ligt zo'n ammo. Ja, ah, geen kist. In dit huis hier. Maar hij was knocked, hè? En een scar. Echt? Oké. Okay. Oh, yes. Wat? Damn, ik dacht van, nou, ik ga het gewoon even looten en ik zag op paars en dat was een scar. Damn. Ayom. Yes. Maar waar is mijn fucking maat aan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Matt. Ik zou wel zoiets hebben van, nou, ik laat je stikken. Wist je, of je bent slecht en zo, dat soort dingen. Stik om. Yes. Kijken. Ja, hier is ook niet zoveel te vinden volgens mij. I don't know, Bo. Ik zie hier nog wat stenen, die wil ik eigenlijk even hakken. Ah, kom. Voor wat extra resources. Ik ga naar deze farm hier al een Boer Frank uithangen. Hallo, Boer Frank. Bam! Ik hou van palen hakken. Jij hebt ook een lounge met zij, hè? Yes, I do. I do. Dus we kunnen straks wel even eentje gebruiken om een beetje te scouten. Wel, ja. Yeah. If you want. Kan. Perhaps. Perhaps. Eens even hier kijken of dit looted is en stuff. Volgens mij is het unlooted. No way. No! Nee, volgens mij niet hoor. Want er zijn wel mensen in deze, ja, als het ware, cyclus geweest. Inderdaad. Dit was zeg maar mijn vaste loot rondje als het ware. Het is unlooted. Wat? Nee, het is legit unlooted. Pak jij het andere huis? Ik was alsnog een kist. Dat is wel echt heel dood dan. En ja, wat zei hij? Oh, grenade launcher. Goodbye, San Diego. Oh ja. Yeah. Oké. Oh! What did you get? A port of fort! Yeah! Finally! Oh, die gaan we sowieso nice, gebruiken. Man. Hell to the yes. Dat is wel echt heel dood. Hell to the yes. Oké, okay, is hier een slurf die geen ruimte voor, dus ik neem hem mee. En nog een ding. Oh my days, we hebben een port of fort. Je mist een ammo box. Mag jij hebben. Het is time, boys, voor de Porterfort om eindelijk in mijn handen te vallen. Het is eindelijk tijd. Wat een pracht. Ik moet het zo dan maar eens even goed gebruiken, denk ik. Oh ja. Yeah. Kijk of hier nog een dingetje ligt. Mocht het zo stijf worden, joh, die Porterfort. Hé, een teddybeer. Kijk, Max. Ik heb mijn teddybeer hier achtergelaten. Smacked. Sorry, teddybeer. Get smacked, boys. Sowieso waren echt de meest useless plek ooit. Huh? Hoe staat er hier een vending misschien? Oh! En dat zal lachen. Oh, een hunting rifle. Fuck, heb jij hout voor mij? Dat is wel steen. Oh, waarom doe je nou? Wat doe ik nou? Oh. Hey. Ik Nee, jij kan hem nog niet meenemen, omdat die dingen heb voor de fort. Oh, nou dan neem ik hem wel mee. Mag ik dan de ammo wel? Nee. We splitten het, want ik wil ook straks als ik sniper heb gelijk ammo hebben. Boy, het eindigt legit bij Wailing Woods, dat is zo fucking weird. Dat is wel echt heel erg vreemd, ja. Dat is echt mokraar. Ook een toeval. Ik ga over de bergen en door het woud. Nou, maar toen. Oh, ik zie daar een soort... Ja, daar wordt een fort gebouwd, volgens mij. Waar? Een soort van nagemaakte... voor de fort. No damage? No damage. Oh, wat wel. Je kan van best stijl nog goed naar beneden glijden. Klopt. Drie. Wel echt de enige resource die ik heb is hout. Kijk, daar is een houten poorten voortgebouwd. Waar ze zijn, kom, we gaan er naartoe. Nee, don't. Ik schiet niet. We gaan er naartoe en dan gaan we ons eigen poorten voortgebruiken. Schoten niet op ons, right? Jawel. Daar komt ie. Wait, let me be in your port as well.
Wow! Wow! Wow, 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 down! Ik ga mijn orde vertrouwen. Oh man! I'm not in. Zo, waarom is het allemaal logos? Hallo? Fuck, ik zit er wel eigenlijk voor. Ik moet healen. Go get him, champ. Go get him, boy. Go get him, boy. Nice. I got him, boy. Oh, ik word van achter beschoten of zo. Was hij in één keer dood of was hij nog? Hij was in één keer dood. Oh, dus is dat dit strap voor jou? Weet ik niet. Niet voor mij, tenminste. Dat was dus de question. Oh jee. Van, ja, een ander voor de poort. Op 157. Wacht, die hunting rifle van je? En wat grenade launcher? Ja, die ligt hier. En wat grenade launcher bullets? Yes, ik heb zelfs een golden voor je. Hier. Nice. Go ahead and use it. Dutties. Holy scheid. Dat grote fort daar helemaal. Ik heb hem gehit, één keer. Ik heb een hunting rifle. Kom, we hebben een launchpad. Kom. We gaan in via de route samen. Oh, vanuit Wellingwood. Vanuit Wellingwood, pak hem. Ik heb hit met mijn hunting. Ik ga even snel een klein fortje bouwen. Fuck. Ik word helemaal volgegooid met granaten. En hij died from west, Max, achter je. Nice, pak de chuck en neem hem meteen in. Je hebt 46 seconden. Fuck je, yeah. Oh my days. Oké, dit is nog mogelijk. It is possible. Dit is wel possible. Echt het meest gunstige healing item die je kon krijgen. Ja, inderdaad, de chuck duck. Is inderdaad, die kon ik wel echt mogen goed gebruiken nu. There we go. Fuck. Met deze, there we go. Loot. Hier ligt ook nog zieke loot. Of hij had het dan van mij, hij had echt poeploot. Hij had echt poeploot, zie je? Yes. Nou ja, beter iets dan niets. Klopt. True that. Max, je kunt doen dit. Oeh, oké. Okay. Oh, jezus. Heb ik geen blauwe AR gemist ofzo? Ja, ik heb nog een scar waar ik dood ging. Dat is bij de supply drop. Kom aan, zeg maar dat het lukt. Fuck. Wow, come on. No! Stupid. Oh, jij hebt wel echt een hele dope glider. Klopt. Maar... de cirkel. Zit er volgens mij iemand in een bosje? But I'm gone. But I'm gone. Ja, het is 1-10 nog, hè. Oh! Kom op, Max. Ik zit in mijn fort. Het ene scheidteam. Waar de fuck zijn ze? Daar, rechts, denk ik. Ja, ik denk daar ook, hè. Of hier in mijn fort. Nou ja, je kan je eigen fort even wat exploderen. Dan gaan ze echt wel op reageren, hoor. Het algemeen even überhaupt een eigen fortje. Ja. Oh, je hebt hem gehit. Rechts van jou. Daar gaat hij kort. Oh. So close. Ah!
Maakt niet uit, we hebben een tweede plek. Is ook leuk, kan gebeuren. Maar in ieder geval, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Een nieuwe video, ja, dat is nieuw. Tot de volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vindt. Doe nog een duimpje omhoog. Abonneer me nog even. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Bye bye.